Overleven in het wild bevat vier cruciale principes. Schijten, je moeder, chicken nuggets en eetbare zeep. Je eerste prioriteit is schijten. Je moet goed zorgen dat je plaats waar je schijt lekker warm is. Ik heb hier een mooi schijthokje gemaakt. Je kan dit helemaal vullen met stront. En binnen de 20 minuten heb je een mooie pizza oven. Succes niet gegarandeerd. De volgende stap op de lijst is je moeder, die by the way fucking dik is. Je pakt dus een stok en je moet ervoor zorgen dat de superfrequentie van de superkanalen moet vermenigvuldigd worden met de samenleving die tegenwoordig vandaag de dag helemaal geen kut voorstelt. En daarom is je moeder de tweede belangrijkste stap van deze aflevering. Als de klok naar links draait, zal je schoenveter zeker niet naar rechts draaien. En daarom is het heel belangrijk dat je me geld geeft. En dit stukje brandend materiaal in jouw schaamhaar steekt. Zodat je gratis en voor niets gratis je schaamhaar kan epileren en dan even goed blazen op het schaamhaar van je moeder. En ziezo, daar heb je vuur voor je mooie pizza oven. De derde cruciale stap is natuurlijk chicken nuggets. We moeten dus op zoek naar schattige kuikentjes die we later gewoon in de vleesmolen kunnen steken. We gaan een blaaspijp maken om die stomme kuikens morsdood te maken. Je stopt dus een steen in die tak en die tak schiet die steen tegen die kuiken. Ziezo, de kuiken is dood en zo ontstaan chicken nuggets. Want tenslotte zijn die stomme kutbeesten het lekkerste van het heelal. Chicken nuggets, fuck yeah! Het beste dat je kan doen is een stukje van je t-shirt afsnijden voor geen fuck van de reden dat ik zelf niet weet. We hebben een chicken nugget gesignaleerd in deze put. De beste techniek is om op je buik te gaan liggen en die fucking chicken nugget blaast gewoon die fucking steen uit die tak en die tak kilt gewoon die fucking chicken nugget. Chicken nugget, fuck yeah! De laatste cruciale stap is eetbare zeep vinden in de natuur. Dit gedeelte is heel tricky, want je moet af en toe wel eens van een zebra eten die dood is. Maar eetbare zeep is meestal te vinden bij zebra's, dus dit maakt geen enkel probleem voor jullie. Je kan wel rap iets krijgen, maar dat is tegenwoordig makkelijk om mee te leven. Je kan het ook vinden in de nek van een koe, dus je moet even goed bijten. Ziezo, is een heel lekkere eetbare zeepkoennek. Ja, chicken nuggets. Fuck yeah. Chicken nuggets. Oh ja, fuck yeah. Die eetbare zeep zorgt ervoor dat je er keistrak op kunt opgaan. En nu ga ik jullie een extra gratis stap uitleggen. Je giet een beetje water in een putje. Je doet gewoon alsof je luizen hebt. En dan komt dat stokje wel zeker magnetisch, ja. Je legt het stokje in het blaadje. Ziezo. Jouw toekomst is voorspeld en je zal voor de rest van je leven chicken nuggets. Fuck yeah! Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Jordi, die fucking Mongool is. Het oosten is links en het zuiden is rechts. Dus ik zeg altijd, 1, 2, 3, een stukje brie is niet altijd zoals een chocoladefabriek. En nu nog even goed proeven van de buffelpipi. Nou, dit is goed spul zeg. En nu ben ik zo snel weg als een teringvogel. Ciao, tjallas. Chicken nuggets. Fuck yeah!